Welke werknemers betrokken zijn bij de verkiezingsprocedure hangt af van de verschillende stappen in de verkiezingsprocedure. Om te zien of aan de personeelsterkte van minstens 50 of 100 werknemers is voldaan, wordt rekening gehouden met alle werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst. Werknemers met een vervangingsovereenkomst en uitzendkrachten die een vaste werknemer vervangen, moeten niet worden meegerekend. Uitzendkrachten die geen vaste werknemer vervangen, moeten enkel worden meegerekend tijdens het tweede trimester van het jaar dat het verkiezingsjaar voorafgaat. Dat is de periode van april tot juni 2023. Die uitzendkrachten zullen dan wel moeten worden meegerekend voor het bepalen van het aantal mandaten. Het feit van te kunnen deelnemen aan de verkiezingen als kiezer of als kandidaat hangt af van een aantal voorwaarden. Waarvan de voornaamste verband houdt met de anciëniteit van de werknemer in het bedrijf. Nieuw sedert de editie van 2020 is dat ook de uitzendkrachten onder bepaalde voorwaarden het recht zullen hebben om hun stem uit te brengen in de verkiezingsprocedure. Werknemers die belast zijn met een directiefunctie nemen geen deel aan de verkiezingsoperaties. Muziek